Jeetje, jongen, wat zeg ik nou? Ja, nee, mooi, daar is ze dikker mee. Zo, hé hey kids, hier kast er eentje. Ja, ik vraag een duizendpoot om even zijn voeten te vegen. Kan ik gelijk een hele nieuwe vloermat bestellen? Is toch niet normaal? Pff, het runnen van een insectenhotel is best zwaar. Ja, oh, de telefoon gaat al. Met kast er eentje. Ja, een wandelende tak. Ja, nee, dat moet wel lukken. Jawel, jawel, dat komt goed, ja. Ja, goed, ja, tot. Tot morgen dan. Ja, is goed. Tenminste morgen. Ja, morgen kan. Ja, tot morgen dan. Oké, okay, dag. Jongens en meiden, morgen komt er een wandelende tak. Maar een wandelende tak? Wat heeft deze nodig om een fijn verblijf te hebben in mijn insectenhotel? Ga ik weer navragen. Gaan jullie mee? Zo, hey Ruben. Hey. Hey, daar ben ik. Hi. Hey man. Cas. Leuk je weer te zien. Wat heb je daar op je hand? Ja, het is een, dit is een wandelende tak. Oh, dat is een wandelende tak? Ja, de Indische wandelende tak is dit. Want die komt uit Indië? Ja. Nou, vandaar de naam Indische wandelende tak of zo. En is dit al een volwassen exemplaar? Ja, inderdaad. En kun je zien door dat rooien aan zijn voorpoten. Ah. Het is eigenlijk wel een beetje zielig, want hij is net de poot kwijtgeraakt. Oh, maar dat gebeurt in de natuur, toch? Ja, ja zeker. De natuur dat is gebeurt hard. Wel eens, inderdaad. De natuur is hard. Maar dit is al een volwassen exemplaar? Ja. Ja, want ik heb namelijk een aantal vragen over wandelende takken. Het zit namelijk zo, ik ben een insectenhotel begonnen. Oh, wat gaaf. En binnenkort komen er wat wandelende takken bij mij logeren. En ik dacht, ja, die moeten natuurlijk wel goed verzorgd worden. Ja, want zeker. Een wandelende tak, wat eet een wandelende tak? Nou, een wandelende tak, zoals deze, die eet echt klimop. Mm-hmm. En ze eten ook wel eikenblad, maar mm-hmm. deze zijn zo gewend aan klimop dat we eigenlijk voornamelijk klimop geven. Oh, oké. Okay. Dus, ja. En die eten ze echt met bosjes op. Eten ze veel? Nou, ze kunnen best wel veel eten, inderdaad. Ja, okay. Al is het als zodra ze volwassen zijn, eten ze wel wat minder. Oké. Okay. Dus, hey, ja. Ruben, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik ook eentje op mijn hand kunnen krijgen? Ja, ik kan nooit zeker, ja. Ja, daar komt hij al. Wow, en dit is dan ook een volwassen mannetje, toch? Of vrouwtje? Een vrouwtje, ja. Want is hij heeft, een vrouwtje. Want hij heeft rode zijkantjes. Hoe oud kan een wandelende tak worden? Ja, ongeveer anderhalf jaar. Anderhalf jaar, oh, dat is niet zo heel... Heel lang. En als ik zo'n kamer voor een wandelende tak in orde maak, waar moet ik op letten? Hoe leven ze het liefste? Ja, het is echt wel. Eigenlijk zijn ze wel heel makkelijk om te verzorgen. Oh, dat is fijn. Het is belangrijk dat het klimop gewoon heel vers is. Oké. Okay. En af en toe, zeg maar, twee keer in de week sproeien. Vocht is dan belangrijk. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk heel weinig nodig. En dan vochtspray met een plantenspuitje? Ja. Wow, oké. Okay. Hey, maar nou zie ik toch ook wat anders in die boom. Want wat is die zwarte insect? Ja, ja dat is eigenlijk ook een wandelende tak. Ja. Dat is de schuldei. De wat voor ei? De schuldei, ja. Oh, jullie hebben dezelfde kapper. Ja, ze noemen ze ook wel Black Beauties. Oh, de Black Beauties? Ja, en dat komt natuurlijk omdat ze mooi zwart zijn. Oké. Okay. Weet je wat ik doe met jou? Ik ga jou eens even terugstoppen in je huisje. Toe maar, gaan we lopen. Ja, ja, dit is dus... Wat een ding, zeg. Ja. Het lijkt een beetje of hij van dons is. Klopt dat? Ja, bijzonder, hè? Ja. Nu zie je ook die rode vleugeltjes. Heeft deze vleugeltjes? Ja, ja, wel heel bescheiden, hoor. Ze kunnen niet echt vliegen, maar... Waarom hebben ze dan vleugeltjes? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja, dat is toch iets wat is blijven hangen, denk ik, ergens. Oh, in de evolutie. Ja. Maar het staat wel mooi, hè? Ja, geweldig, toch? Een beetje rood. Oké. Okay. En daar heb ik een gekke vraag, hoor. Je hebt wandelende takken, maar heb je ook zoiets als wandelende bladeren? Vast niet, hè? Dat bestaat zeker niet, wandelende bladeren. Nou ja, ze vallen natuurlijk niet zo snel op, hè, wandelende bladeren. Maar ze bestaan echt? Als je goed kijkt, dan zou je hier misschien iets kunnen zien. Nee, ik zie het niet. Ik zie het niet. Zit hier wandelende bladeren tussen? Ja, ik wist niet eens dat ze bestonden, maar waar dan? Ja, kijk, hier bovenop zit er eentje. Oh, maar die zijn goed gecamoufleerd. Ja. Die zie je echt niet. Wil jij hem op je hand? Ja, joh. Natuurlijk, hè. Waaghals. Wow. Oh, die zijn een stuk groter. En als ik wandelende bladeren op visite krijg, is dat precies hetzelfde als een wandelende tak? Dus ja, wel vergelijkbaar. Verse klim op en dat soort dingen? Wel vergelijkbaar, alleen deze die hebben dan braam nodig, inderdaad. Braam? Ja. Oh, die vinden bramen lekker? Braamblad, ja. Oh, braamblad? Ja. Wow,
Wat super, man. Nou, wat goed om te weten. Ja. Kijk eens, maar ik heb gewoon een wandelende blad. Ik wist niet dat het... bestond. Misschien een leuk weetje is nog dat ze parthenogenetisch zijn. Dat mag je even halen. Dat is een beetje een gek woord, maar... Parthenogenetisch? Ja, parthenogenetisch. En dat betekent dat ze eigenlijk niet per se een mannetje nodig hebben, de vrouwtjes, om voor te kunnen planten. Ah, oké. Okay. Mag ik deze aan je teruggeven? Ja, maar kom maar. Oké, okay, want ik weet nu dat ik voor de wandelende bladeren dan bramenblad moet hebben. En voor de wandelende takken, klim op, hè? Ja. Oké, okay, nou daar ga ik even snel even... En die is dan voor met liguster. Met liguster, oké. Dus okay. Het is net weer iets anders, maar het is meestal overal wel te vinden in de natuur. Mag ik jou super bedanken? Dan ga ik snel even een snoeischaar kopen. Ja, en man. Even een paar bladeren knippen. Ja, bedankt. Succes, hè? Wow. Ja, jongen. Zo. Oké, okay, nou, dit zal wel smaken. Wat een bende. Een heuse... Oh, de telefoon gaat wel mee. Hallo, met Cas. Ja? Oh, u staat nu al voor de deur. Ja, geen probleem, ja. Kom binnen, zou ik zeggen. Jongens, bij de wandelende tak staat al voor de deur. Maar wil je zelf ook een wandelende tak ontmoeten? Kom dan in de maand juni naar kinderpretpark Julianatoren. Daar kan je insecten vinden die mega groot zijn. Zie ik jullie dan? Laters! Oké, snel.